Als u misschien die roggel even weg wil kuggen, dat zou mij wel een... Van midden in je gezicht. Nou, dat zou ik niet doen, maar het zou mij een lief ding zijn. Want ik zit een beetje tegen die bevalling aan te hikken. Gewoon even... En dan die fluim naar binnen, want ik word er misselijk van. Ja, kom op zeg. Hij blijft maar hangen. Ik ben checkroker. Ach, Jezus. Geen obesitas, dus ik past het dus. Nou, ik gelukkig wel. Gelijk geweld gebruiken, die linkse types. Ja. Dames en heren, jongens en meisjes, zijn we weer met vandaag, mag ik zeggen, een hele grote gastje aan de voet. Je mag zeggen een extreem grote gast, want al jaren, laten we zeggen, al jaren een hype. 5 jaar. Al 5 jaar een enorme hype. Dat is namelijk de mevrouw die tegen jou zei dat je een cynische kutkop hebt. Ja. Het prototype kwaaie linkse vrouw. Ja, precies. Dat met alles erop en eraan. Ja, hè, echt. Ja, dus altijd als het gaat over boze linkse vrouwtjes. Ongeveer hoppen de pop. Ja. Ik heb een geitenwolle sokken thuis geluid. Vind je het goed? Ja, maar je hebt wel de geur meegenomen van geitenwolle sokken. Dat vind ik wel weer prettig. Nee hoor, ja, hartstikke leuk dat je het bent. Je weet hoe agressief we zijn, hè? Ja, je wordt snel geslagen bij links. Heel goed. Ja, vandaag bij ons de gast Linda Moerland. Natuurlijk bekend van een historisch interview. Hysterisch. U wordt nog steeds, nog steeds nageroepen, heb ik gehoord. Ja, mevrouw Po heet het. Mevrouw Po, en dan gaan we even voor de mensen die... sta je bij de kassa en dan roepen ze... Hé, hey, jij daar met je cynische kutkop. En dan zeggen we hallo. En dan is het goed. En dan gaan we heel even terug naar die beelden. Wat het is, meneer, zolang wij als mens niet kunnen kiezen waar we geboren worden, is de hele wereld van ons allemaal. En niet alleen van jou, omdat jij toevallig wit bent. Wat doet u toch boos naar mij? Ja, ik ben ook heel boos, wat denk je? Maar waarom op mij? Dan wel janken, dit is gewoon schandalig wat hier gebeurt. Ga nou eens wel naar de waarheid kijken, meneertje van Po. Met je cynische kutkop. Die mag er ook op. Ja, je kan me uitlachen. Lach u niet aan de kijker. Ik weet dat ik 100% gelijk heb. Ja, dat doet u door te schreeuwen en te schelden en iedereen maar om te schulden. Omdat ik heel erg emotioneel ben hiervan wordt. Ja, ja, nou dat, dat was een bekend interview. Mm-hmm. En veel kwaadheid, veel emotie, ja. Weinig ratio. Zoals we dat soort mensen gewend zijn. Maar waarom was je nou zo boos hier? Wat was er aan de hand? Waar was je voor aan het demonstreren of tegen? Of, Nou, dat is dus de vraag die ik aan iedereen stel die mij aanspreekt. Weet je eigenlijk wel waarom ik demonstreer? Nou, maar dat kan allemaal wel, maar ik stel nu die vraag aan jou. Dus, ja. Weet je het zelf nog? Ja, tuurlijk weet ik dat. Nou, wat was er dan? Er werden 2 kinderen uitgezet uit ons land, die hier al 10 jaar waren. Ja. En die zouden in Armenië in een weeshuis terechtkomen, want hun moeder die was inmiddels opgenomen. In een zorginstelling. Ja. In Armenië. En maar die kinderen waren heel jong, hè, toen ze hier naartoe kwamen. Ja. En ik vond dat... En niet zo leuk. Gigantisch onrechtvaardig. Ja, ik vond het echt heel erg. Heel ja. Erg. Nu wordt weer emotioneel. Hè? Hoe wordt nu weer emotioneel? Nou, gewoon vanwege... Oh, God. Ja. Weet je, dat heb ik toen ook gezegd. Oh ja, ik wilde niet te serieus zijn. Nou, je mag best wel serieus zijn, mij. Ja. Maar dat gaat toch over die Lillian Wolk of zo? Wolk? Lillian Wolk? Wat is het? Lillian Wolk. Armenië is niet eens wat aan de hand. Waar hebben we het over? Die mensen die moeten toch... Als ze aankomen, hallo, we willen hier graag... We zijn vluchtelingen, we komen uit Armenië. Moet je zeggen, op tiefte. Ja. Want iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Dat is allemaal leuk en aardig. Maar waarom wil die mensen hier allemaal heen? Daar snap ik helemaal geen ene reden van. Ik snap er überhaupt geen ene reden van waarom mensen hier... Je hoort de hele dag dat het een verschrikkelijk racistisch land is. En half Afrika zit in een bootje hier naartoe. Ik snap dat niet. Maar goed. Dan moet je naar Afrika toe gaan zoals ik heb gedaan. Waarom moet... En dan moet je dat gaan vragen. Ja, zoals ik heb gedaan. Ja, en wat zeiden ze toen? Nou, dan leer je de cultuur kennen. En oh, ja. En wij hebben vooroordelen over hun, maar zij hebben ze natuurlijk ook over ons. Ja, bijvoorbeeld dat ze hier een uitkering krijgen in een gratis huis. Nee. Nou, dat is wel waar inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, in ieder geval laten we daar niet over beginnen. Nee. Laten we het gezellig houden. Ja. We zitten toevallig bij het prachtige rollenpraat. We hebben het hier over
Ja, over de showbiz, over BN'ers en heel af en toe over zure linkse vrouwtjes. Dus, ach, wat kan het ons schelen? Danny. Ja. We gaan naar de uitzending Roddelpraat. Je hebt vaak gekeken. Heel vaak. Je hebt gekeken deze week. En wat vond je ervan? Jij belde me op, je zegt die racistische grap wat jullie maken vind ik verschrikkelijk, zei je tegen mij. Maar ik heb wel gelachen toen ik zag hoe onhandig jullie waren met zonnepanelen leggen en zo. Daar heb ik enorm om gelachen. Ja. En nou, dat was dus echt het minst grappige van de hele show, maar dat maakt niet zo uit. En ik wilde nog zeggen, jullie kunnen voor mij het dak op. Reclame. Het dak op. Zonnepanelen leggen. Ik denk dat dit genoeg reclame was voor nu. Ja, dank u wel. Ja, heel mooi reclamestukje. Als u misschien die rochel even weg wil kuchen, dat zou mij wel een... Van midden in je gezicht. Nou, dat zou ik niet doen, maar het zou mij een lief ding zijn. Want ik ben zit een beetje tegen die bevalling aan te hikken. Gewoon even... En dan die fluim naar binnen, want ik word er misselijk van. Ja, kom hoor zeg. Hij blijft maar hangen. Ik ben checkroker. Ach, Jezus. Echt? Ja, tuurlijk. Alle clichés. Schuif eens aan. Alle clichés zijn waar. Jezus, maar ook zo waar alles. Weet je wel, hoe zit te zweten? Ik zit hier tussen twee rechtse... Nou ja. Klojootjes. Moet je daar zo van zweten? Ja. Ik hoor dat het linkse vrouwtje... Ik vind het hier warm. Ja. Opwarming van de... Aarde. Studio. Ja. Nee. Maar liever een lul dan een cookie. Er zit weer zo'n ding. Ja. Dat zei ik zo, hè. Oké. Nou. Ja, goed. En we gaan met de uitzending. Linkse mensen moeten ook ergens dood aan gaan, hè, Jan. Nou, liefst zo snel en mogelijk. Bij mij is het roken. Ja. Ach, liefst. Echt. Weet je wat het is met linkse mensen? Nou. Ze zijn als zich zijn ze wel lief. Allemaal hetzelfde. Nee, ze zijn ook allemaal hetzelfde. Nee, dat niet. Ze zijn allemaal wel lief. Ja, want, ik ben ook hard maar ze zijn overemotioneel. Er zit geen ratio in. Er zit ook eigenlijk een eigen verstand in. Het gaat alleen maar over hoe ze zich voelen over iets. En dan, dat zie je ook in die demonstratie. Dan wordt dat heel venijnig en schreeuwend. Maar er is geen enkele oplossing. Nee. Het is altijd van, ja, gooi alle grenzen maar open. Ja. Want iedereen is welkom. Dat kan toch helemaal niet? Nee. Dat gaat gewoon niet. Ja. Nou. Nee, bedoel ik. Die racistische grapjes, daar wou je nog wel over kwijt. Ja. De uitzending. Wij maken racistische grapjes. Ja, ik zat erover na te denken de afgelopen dagen. En dacht ik van, wat is dat toch met witte mannen en racistische grapjes? Nou, wacht even. Hier gaan we al helemaal de mist in. Want de eerste racistische opmerking wat nu gemaakt is, wordt door jou gemaakt. Want ik ben niet wit, ik ben blank. Als ik wit zou zijn, dan had ik de kleur van die tafel gehad. En dat heb ik niet. Ik vind het zo raar. Waarom ben ik opeens wit? Wie heeft er verzonnen welke gek? En het allerergste vind ik dus. Als jij dus impliceert dat ik wit ben. Mm-hmm. Dan zou ik tegen een donker persoon moeten zeggen dat hij zwart is. Ja. Maar dat zijn ze ook niet. En ik vind om iemand zwarte te noemen. Vind ik nogal discriminerend. Misschien moet je even foto's op de achtergrond zetten. Oh, dus, van mij met echt pikzwarte mensen. Ja, die heb je erbij, ja. Maar people of color... heb je in alle gradaties. Je hebt de hele kleurenwaaier. En we moeten ze allemaal of color noemen. Zelfs Turken zijn al people of color. En die zijn zoals Dennis eruit dat ze een zonnebankje heeft gehad. Ja, je hebt wel echt wit haar, hoor, vriend. Ik ben gewoon in mijn uppie naar Senegal geweest. Maar niet voor... Hallo? Niet voor een zwarte... Weet je hoeveel seks je hier gaan krijgen dan? Nou, dat vraag ik me echt af. Hey, wat wel makkelijk is, als het niet zo lekker loopt, zeg maar. Als het een beetje stroef gaat, doe je... En dan smeer je er overheen. En dan kan je er godverdomme via het pad heen rijden. Godverdikke. Heb je een haarbal of zo? Heb je een haarbal? Heb je zelf gelikt? Nee. Of het was zo'n zwarte man uit Senegal die niet geschoren was. Dat nee, nee, maar... Die geschoren was? Nee, die hebben kleine kroeshaartjes, daar krijg je geen last van. Ik heb daar een paar projecten uitgezet. Ja, zo heet dat inderdaad. Dat had echt helemaal niks met seks te maken. Wat voor projecten? Nou, ik heb onder andere een waterput.
Ach, een waterput. Een waterput gegraven. Waterput gegraven en gebouwd. Weet je wat ik me dan afvraag? Lul er nou niet uit doorheen, man. Oh, sorry, mevrouw. Godverdomme. Hé, hé, hé. We hebben veel christelijke kijkers. We hebben christelijke kijkers. Dit vind ik niet leuk. Ja. Nee, dat is niet leuk. Als u wil vloeken, dan vloekt ze maar met Mohammed of Allah. Maar niet met u. We slaan nu ook een commercieel slaatje uit, mevrouw. Want kijk eens, nu in de webshop te koop. Ah, nee! Ja! Ja. Ik ben blij dat u er zelf blijft. Blijf je wel van mij. Sorry, schat. Ja, dat ik mag. Ik zat toch niet aan je. Ja. Je cynisch. En jullie zitten me zo. Heb jij leuk, hè? Echt serieus. Die is leuk, hè? Jullie zijn niet. Heb jij psoriasis of eczeem aan de handen? Heel erg, hè? Oeh, verschrikkelijk. Ja, joh, ik heb is dat sinds je in Afrika bent geweest? Bij Ubuchitsa? Nee, ik ben heel veel aan het klussen geweest. We gaan nu beginnen met Duits! Ja! Oh, zo. En dan gaan we naar Gordon, want we kunnen stellen, wij zijn ook het meest scoopdichte programma van Nederland. Althans, dat waren we, maar we proberen er weer aan te gaan. Ja, dat waren we, dat zijn we, dat is... Dat is echt wel heel lang geleden. Ja, dat klopt. Maar dat was ook omdat wij kregen veel tips. Ja. En mensen zijn ermee opgehouden. Ja. Maar we zijn weer helemaal back on track. Yes! We hebben een enorme scoop. Ja. Ik herkende daar een moskeegeluid in, of niet? Ik denk, dat voel jij misschien een beetje thuis. Ik wil ook even meedoen. Nou, doe maar. Oh ja, wil je... Luizers naar jou. Let's love up. Ken je dat van Tineke Schouten? Is leuk, man. Goed. Mochten nu islamitische kijkers gekwetst zijn, Gouda was het, toch? Ik woon nu in Gouda, ja. Oh, er wonen heel veel Marokkanen. Ja. Oh. Er is grote discussie en spektakel betreffende Gordon. Gordon heeft natuurlijk twee hondjes, dat weet jij, hè? Wist ik dat? Niet? Ja, dat weet ik. Toto en Rocco. Maar Rocco. Goed, Gordon is natuurlijk na... Dat is het enige wat hij wel kan houden, die hondjes. Daar komen we nu, hoor. Voor de rest raakt hij alles kwijt. Gordon is natuurlijk van Instagram verdwenen nadat ook zijn laatste verloving een groot fiasco was. Zeker weten. En u vraagt heel Nederland zich af, waar zijn de honden van Gordon? Wij hebben het antwoord. Het is echt heel erg. Ik neem aan dat je ook dierenliefhebber bent. Ja, hoort erbij, heel erg. Ja. Nou, dit gaat jou... Wil je mijn poesje zien trouwens? Nou, dankjewel. Ik heb een hele lieve kitten. Dat is een meisje. En dat noem je een poesje. Ja, prima. Ja. Ik zeg al niks meer. Laten we het even netjes houden, alsjeblieft. Ja. Pak hem weer op, Jan. Heeft je poesje ook uitgroeid? gaat even niet over. Ingroei. Sorry. Ja, Jezus. De scoops. Luister, Gordon was in Nederland. Toen hij nog in Nederland woonde, had hij dat Coco-hondje, hoe heet het? Toto-hondje. Toto. Was het ging een Toto dit en Toto datje. En ik wil, oh, ik ben je papa. En hij sliep in bed en het arme hondje. Het zou me niks verbazen, hij nog in zijn reet genaaid werd ook. Afhè, dat hondje was alles en was helemaal toppie. En toen zei Gordon op een gegeven moment, ja, maar ik vind Nederland niet meer leuk. Ik ga naar Dubai en jullie zoeken het maar uit in Nederland. Ja, werd hij in Noord... Zeg je, bye. Oh, en in Dubai zou hij dan binnenhuisarchitect worden. Nou, één grote fiasco, wat dan ook. Er kwam in ieder geval nog een hondje bij. Rocco, ook zo'n kortsnuit baviaantje. En allemaal leuk en aardig. Maar we horen en zien helemaal niks meer van die hondjes. En we horen wel en zien wel veel van Gordon. Waarom? Hij is terug in Nederland continu om aan de bak te komen. Hij is er bij Talpa uitgeschoten, flikkerd. Hij is nu weer zanger geworden. Hij wil weer optreden. Hij is er overal en ergens. Een vervelende man. Hij stond laatst nog de tongen in de regel. Dus dwarsstraat. Homo's, ben je ook vast dol op? Nou ja. In ieder geval, waar zijn de hondjes gebleven? Ja, ik ben ook wel benieuwd naar. En wij hebben het antwoord. Ja. En het antwoord, dat gaat pijn doen. Wij hebben gehoord van Nederlanders woonachtig in Dubai... Ja, dat Toto en Rocco naar dierenasiel zijn gebracht. Oeh. In Dubai. En dan denk je... dat is vervelend. Kijk, die Gordon, financieel gaat niet goed. Daarom gaat hij ook weer zingen in Nederland. Maar hij is al zijn contracten kwijt. Maar hij kan hij in Dubai kwijt. Niet zingen? Nee.
Nee, want hij zingt alleen maar heel slecht Engels en slecht Nederlands. En in Dubai hebben ze nogal een hekel aan showbiz-homo's. Ja. Die hangen ze liever op daar dan dat ze er naar luisteren. En ik ben het niet vaak eens met mensen in het Midden-Oosten, maar in dit geval zou ik zeggen, doen! Zie je nou wel. Wat? Wat? Maar wat? Wat? Je kan het altijd wel met iemand eens zijn, toch? Zo is het. Maar het vervelende is, en nu gaan we jouw groene dierenhartje verpulveren. Ja. De hondjes zijn, omdat het te duur werd om daar continu een au pair bij te hebben, want dat had hij dus voor de hondjes. Dat? Ja, omdat hij zelf nooit thuis was, naar het dierenasiel gebracht in Dubai. Maar wat hebben ze nou in moslimlanden, waar hebben ze nou een ontzettende schurft hekel aan? Naast vrouwen en joden en andersgelovenden en homo's en nou ja, eigenlijk iedereen die geen moslim is. Waar hebben ze nou echt een bloed, waar hebben ze nou een bloedschurft hekel aan? Zeg maar. Regen, denk ik. Hè? Regen. Aan honden. In het dierenasiel in Dubai worden honden die na 3 maanden niet op worden gehaald door hun baas, krijgen een spuitje. Oeh. De kans dus dat Toto en Rocco dood zijn, is vrijwel 100%. Dus die vuile natnek, die bipolaire kookjunk, die heeft dus die hondjes aangeschaft voor aandacht. Want daarvoor deed hij dat. Hij heeft zelfs een Instagram-account voor ze gehad en wat dan allemaal niet. Toto en Rocco. Toto en Rocco. From Gordon. En die zijn dus nu waarschijnlijk dood, vermoord in het dierenasiel te Dubai. Ja, dan gaan we verder. En dan hebben we weer een enorme scoop in de voetbalscene. Ja, ja, ja. Daar mag jij bij zijn. Oh, dat heb ik ook nog gedaan. Wat? Voetbal. Is Senegal toen? Of? Ook, ja. Och, leuk. Ja, ik heb vroeger altijd gevoetbald. Ook trainer en leidster. Dus. Ja. Leuk. Leuk, hè? Jan. Ja, en dan hebben we dus een enorme scoop in de voetbalscene. Daar gaan we, Jan! Scoop! Scoop! Ja, en daar hadden we natuurlijk eerder al bij Jorbe Vertessen, de toenmalige PSV-speler, sturen. Opzienbarende foto's naar jonge dames. Hè? Ja. Destijds, het had voornamelijk te maken met zijn derde been. En hij was tweebenig en in dit geval 3. Ja. Ja. Ja, precies. En die stuurde die door naar de dames die dat graag wouden zien. Toen werden we gebeld door een advocaat. Ja. Een België. Een Belgisch advocaat. En die zei, allee, het zou goed wezen als jij ermee zou stoppen. En toen zeiden wij, allee, u kunt van ons de tyfus, de tiering in de kanker genieten. Ja, ja, wat gedeelte over fatsoen. Of ja, fatsoen. Nou fatsoen moet je doen. Ja, of je dat nou fatsoenlijk voelt. En toen op een gegeven moment, toen wij zeiden, nee, het is niet echt fatsoenlijk. Toen hield ook alle argumenten op. Ja. Ja. Nou ja, goed. Nee, we gaan nu naar Tijmen Blokzijl. En Tijmen Blokzijl is het talent van FC Groningen. Was volgens zo'n baasspeler. En ja, Groningen natuurlijk gedegradeerd. Best wel. Ja, best wel. En die jongen die is nog bezig met de Eredivisie blijven. Maar die jongen is ook met hele andere dingen bezig. Ja, ja. Want hier hebben we beelden die hij naar een jonge dame stuurt. Kijk, let op. Vergeet piemels. Oh! Jezus, wat een klein pikkie hebt hij gewoon. Ja, hallo, jij bent in Afrika gewend. Ja. Nee? Ja, jij bent toen in Senegal geweest. Ah, nee man, hou eens op. Ja, nou. Heb je daar geen donkere jongen te grazen, man? Ja, tuurlijk wel. Maar gaan jullie niet aan je neus hangen? Nee, ja, vertel eens. Oh. Nee, ze moesten wel wat doen voor dat cement dat jij daar bracht, of niet? Nee, dat had helemaal niks mee te maken. Ah, vertel eens over jouw black romance. Ik heb geen black romance gehad, hoor. Niet? Nee. Diep. Om seks te hebben hoef je toch geen romance te hebben? Nee. Ja. Nou, vertel eens dan over jouw zwarte piem. Ja, kom. Nee! Toe! Nee! Waarom niet? Ja, omdat ik normaal moet doen van mezelf. Laat ik het zo zeggen, die vooroordelen die over zwarte mannen eronder gaan, die kloppen niet. Niet? Nee. En jij een kleine zwarte piemel in de mond? Nee, niet in de mond. In de kont? Ook niet. Waar dan? Nou, moet jij raaien. Hij stuurt zijn penis. Maar, wat is er mis mee? Ja. Heeft hij toevallig dan een relatie dan? Ja, daar komt hij. Deze jongeman heeft al 4 jaar een vriendin. Oh, jezus! Hallo! Ja, ja, erg. Ja, 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 ja. Nou, schande. Ja.
En hij stuurde zijn pielemuis naar iemand anders. Ja, hierachter ziet u zijn vriendin. Want dat meisje, ja, dat was een goede meid. En die benaderde daarna direct zijn vriendin. Nou, ben je geen goede meid. Nee. Dan ben je teringmeid. Hey, heb jij een relatie met Tijmen Blokzijl? Ja, hoezo? Nou, tegen mij zei hij van niets, zegt zij. Nou, vertel. Ik ben wel benieuwd, laat me weten. Hij zei dus dat hij single was. Dus toen hebben we een tijdje op een bepaalde manier gesnapt. En toen heeft hij ook wel eens zijn puntje naar mij toe gestuurd. Serieus nog steeds? Of heeft hij jou geblokkeerd op Instagram? Zeker, hij heeft mij nu geblokkeerd op Instagram en Snapchat. Oh. En dus zegt ze, dat is raar, want jouw account is ook gesnapt, geblokkeerd op mijn account. Dus dat betekent dus dat hij dan inlogt op het account van zijn vriendin. En om zijn vreemdgang te verdoezelen, blokkeert hij dan ook het account op zijn vriendin. Zodat je niet luister, ik ken Tijmen Blokzijl niet als voetballer. Hm. Ik ken hem nu wel als vreemdganger. Ja. Respect. Ja? Als ja, jij natuurlijk. Hey, joh, mij daar toch even op. Oh, maar als jij natuurlijk zo ver komt dat jij dus het account van je vriendin. Ja. Daar binnen kan dringen en dan met wie je vreemd gaat of dickpics kan sturen, dat kan blokkeren. Ja. Zodat die dat nooit kan vertellen. Ja. Ben je goed bezig. Ja, 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 respect. Daar heeft hij over nagedacht. Is hij verdediger toevallig? Ja. Ja, 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 dat merk je. Centraal achterin. Ja, centraal achterin, dat merk je. Ja. Iemand die het gewoon goed dicht houdt. Respect. Maar uiteindelijk niet helemaal gelukt. Nee. Bij deze. Wel laatste man dan, toch? Of niet? Ja, is laatste man. Of voorstopper. Ja, ja, ja. Of staat dat tegenwoordig niet meer? Nee. Goed. Uiteindelijk stuurt zijn vriendin. Het is dus tering raar. Hij heeft dus gewoon zijn lul gestuurd met de helende poppetjes. Na een tijdje geleden ook onderbroekfoto's deelt. Nou, wat verschrikkelijk, zegt zij. Zo verschrikkelijk vies. En zegt ze, ik weet niet meer wat ik moet. We hebben al bijna 4 jaar en ze is in tranen. Wow. Krijg jij wel eens dik pik opgestuurd? Nee. Raar. Piemels. Ja, dat kan je accepteren. Ja? Ja, of niet. Ja, dat zijn de keuzes, toch? Ja, ja. Dat is een hele ruime keuze. Maar wat zeg jij als, wat zeg jij als vrouw? Wat moet ze doen? Wat die vriendin moet doen? Ja, precies. Ja, meteen kappen natuurlijk. Nou, zeg. Spreek die vriendin eens toe. Kom maar. Ja. In de microfoon. Lena. Lena. Ben je, ga eens een beetje naar voren. Lieve Lena. Oh. Hier is Linda. Meteen kappen natuurlijk met die gozer. Ja? Waarom? Ga eens zo dat achteruit zitten. Dat ik gewoon weer op de bank zit met de meisje. Dat dus, uitkijken. Weet je wat ik altijd het ergste vind van vreemd gaan? Nou. Dat is niet het vreemd gaan zelf, maar het liegen gewoon eromheen. Ja. Want je raakt je vertrouwen kwijt. En liegen doet hij, want ik heb contact gezocht met Tijmen. Ja, ja, ja. Hoor en wederhoor. Anders belanden we weer in de rechtbank. Even één dingetje. Eventjes wil ik wat zeggen. Wij worden wel eens aangesproken dat wij dingen verzinnen. Maar dat is niet waar. Wij zijn een meer journalistiek programma dan het NOS Journaal. Ja. Wat hij eerst stuurt is, ik stuur het filmpje en ik zeg, hij stuurt terug. Dat ben ik zeker niet. Oh. Daarna stuur ik alle foto's met de conversatie met zijn vriendin en het slachtoffer. En dan zeg ik, wil je op reageren of liever niet? En hij reageert een uur later. Ik zou graag nog willen zeggen dat ik dit niet ben. En dat ik het heel bijzonder vind. Ben nog altijd samen met mijn vriendin al heel lang. En dat zegt volgens mij wel genoeg. Maar was hij wel degene? Dat was wel zijn vriendin. Ach, hij was dit gewoon, dat heb ik al. Nee, maar dit was wel zijn vriendin, die Lena. Ja, dit was wel zijn vriendin, ja. Maar die vriendin, die herkent ze, die piemel toch ook, neem ik aan. Ja. Dus het is hem gewoon. Het is hem gewoon. Ja, en de reden dat hij nog steeds met haar is, dat zegt inderdaad genoeg dat Lena accepteert dat hij af en toe zijn pielenmuisje naar iemand stuurt. Ja. Nou, als dat het probleem is. Maar in ieder geval. Maar jullie zeggen het net alsof hij zijn piemel eraf hakt en dan stuurt. Ga nou eens even. Ik weet dat een dom lul is. Ja. Of is het... Jezus Christus. Ja, dat is verschrikkelijk. Ja. Grote conclusie. Scoop bij Roddenpraat. Tijmen Blokzijl als een structurele vriendganger. En zijn vriendin accepteert dat. Zij pakt dat, neemt hem af en toe nog in het mondje. Maar ook een ander mag dat doen. En dat is natuurlijk prachtig. Dat zijn de meegaande vrouwen. En wij zeggen één ding. Thijs. Tijmen. Tijmen. Goed geregeld. Ja, 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 ja. Tot nu toe een 10 met de griffel. Ja. Eerst dat blokkeren en dan dat accepteren. Well done. We gaan naar Frankrijk. Ja, 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 ja. Ja, och. Ja, heerlijk. Op dit moment zijn in Frankrijk enorme rellen en onlusten aan de gang. Omdat de politie die had een jonge crimineel doodgeschoten die op de vlucht was.
Heel vervelend natuurlijk dat dat moet gebeuren. Maar ja, moet je niet op de vlucht gaan. En toen is de halve stad daar afgebrand en afgebroken. Geplunderd, in de brand gestoken. Mensen vermoord en weet ik het allemaal. Door overgeslagen naar België. Zelfs tot naar Zwitserland. Dat is toch verschrikkelijk. En waarom? God mag het weten. Ja, kun jij dat vertellen? Frankrijk is gewoon een totaal ander land dan wij. Ja, maar, maar het is toch raar dat je dan de halve stad afbreekt? Inmiddels wel, ja. Wat hebben mensen er nou mee te... Ik vond de eerste dagen hadden ze gewoon gelijk. Maar na een paar dagen moet het gewoon ophouden. Dus je vindt dat mensen gelijk hebben dat ze dan onschuldige mensen benadelen door hun auto in de fik te steken. Onschuldige mensen benadelen door hun bedrijf in de fik te steken. Onschuldige mensen benadelen door hun huis in de fik te steken. Onschuldige mensen benadelen door één grote bak agressie, ellende en overigens was dat wel allemaal in hun eigen voorsteden, hè? Nee, maar wacht even. Als ik me benadeeld voel en ik steek jouw huis in de fik en jouw auto, als je dat überhaupt hebt, dan is dat begrijpelijk. En dan komt er een van de idioot die zegt, ik vind het begrijpelijk dat dat gebeurd is. Dan zeg jij, ja, ik vind het ook wel begrijpelijk. Ja, dan vraag ik Jan, terwijl je op de stoep zit voor je uitgefikte huis. En dan ga jij dan zeggen, ik vind het wel begrijpelijk. Ik wil altijd graag mensen dingen begrijpen. Stel dat er niet alleen maar een soort allochtone groep dat had gedaan. Maar stel nou dat rechtse jongeren allemaal auto's, huizen en een bedrijf in de fik had gestoken. Had je dan ook gezegd, ja, dat vind ik wel begrijpelijk. Dan zou ik eerst willen weten wat de reden daarvoor was. Maar wat is de reden om het begrijpelijk te vinden? Ik denk dat die dood van die jongen, dat is een druppel geweest. Een druppel? De druppel die de emmer deed. Maar dan is het wel begrijpelijk om een halve stad te slopen. Ja, mag je voor mij 2 dagen doen en dan moet het klaar. 2 dagen Okay. Ja, maar dat kan toch niet wat je nu zegt? Nee, maar je bent uit je nek aan het lullen. Nee. Dat kan toch niet? Dit is het hele probleem met linkse mensen. Die lopen de hele dag de mieren neuken over madeliefjes en over, oh, en stikstof en milieu. En aan de andere kant krijgen ze een natte kladder van geweld. Het is altijd geweld. Lieve Linda. Waarom zijn jullie altijd zo vol geweld? Waarom zijn jullie altijd vol geweld? Geweld. Ja, waarom ben je vol geweld? Dit is gewoon een halve burgeroorlog wat je goed praat. Even weer back to earth. Mm-hmm. Jij zegt van, er is wat gebeurd. Is oh, daar... je hebt mijn post ook. Ik heb jouw tweets er ook bij. Maar oh, jij zegt nu mm-hmm. van, oké, er is daar een jongen die is doodgeschoten door de politie. Die zich misdroeg. En jij begrijpt daarom wel dat niet die politieagent al dan niet veroordeeld moet worden. Maar jij zegt, ik begrijp wel dat ze 2 dagen Frankrijk op zijn kop zetten. Ja. Dat begrijp jij. Omdat het vanaf 2008, ja, van de 53ste keer was dat dit gebeurde. Hè? Wat gebeurt? Dat iemand vermoord werd door de politie. Of gedood. Of hoe je het dan ook wil noemen. Gedood, weet ja. je? Als jij die beelden gaat kijken en je gaat dat... Wij kunnen daar vanuit ons Nederlands perspectief... kunnen wij daar helemaal niet over oordelen? Waarom heb je dan een Twitter aangeweid? Maar jij hebt er wel over een Twitter aangeweid. Omdat het op Twitter... Nee, maar jij zegt dan net... Dan moet je ook Twitter volgen. Nee, maar wacht even. Jij omdat zegt net... het over Twitter alleen maar ging over... hoe noemen ze het nou? Straatjihad noemden ze het. Maar dat vind ik onzin. Ik vond het 2 dagen van... Goed. Maar dat zijn twee dagen. Daarna moesten ze ophouden. Marco, dat zijn 2 dagen. Dat is gewoon mijn mening. Jij zegt 48 uur mogen ze alles kapot breken wat ze willen. Ja, gewoon uit nijd. Maar stel nou, jij hebt het hier voor het zeggen. Jij zegt tegen Nederland, ja, jullie zijn het ergens niet meer eens. Ik begrijp dat wel. Ja. 48 uur mogen jullie doen wat je wilde. Dat moet veel vaker gebeuren, weet je. Nou, dat zou ik voor de zou ik voor het leven van linkse vrouwtjes accepteren. Want dan, ik heb echt het idee dat jullie gewoon dat jongens hè gewoon steeds grotere muil krijgen en steeds grotere woorden gebruiken. Gewoon omdat jullie helemaal je energie niet kwijt kunnen. En we zouden natuurlijk het liefste ons land willen verdedigen. Dat klopt wel, ja. Tegen dat linkse schuim en al de ellende wat binnentrekt. Dat klopt wel, ja. Maar dat doen we niet. Omdat we namelijk bepaalde afspraken met elkaar hebben gemaakt. Mm-hmm. En dat is namelijk dat wij geen geweld gebruiken. Dat we een geweldmonopolie aan het leger en de politie hebben gegeven. Mm-hmm. Alleen dat snappen die linkse mensen meestal niet. Als dat protesteren is. Als ik er ergens niet meer... Maar ik ben het met heel veel dingen niet eens wat er in dit land gebeurt. Mm-hmm. Mag ik alles wat jij hebt kapot maken?
Dan moet je niet, dan mag je geen seconde zeiken als ik dat doe. Mag ik dat doen? Vind jij die witte man die dat in jullie ogen het allerergste is wat er is, die zich aardig inhoudt, kan ik je vertellen, want dit land wordt gesloopt op dit moment. Vind je het oké als die zich niet prettig voelen omdat ze zich misschien wel achtergesteld en gediscrimineerd of wat ik voor wat voelen, of misschien wel gewoon in een hoek gedrukt, dat die 48 uur eens eventjes tekeer gaan? Weet je wat jij roept? Weet je wat jouw volk dan roept? Jouw soort mensen? Ja. Oh, fascisme, de nazi's, oh, extreem rechts. Dat is toch gewoon waar? Je vindt geweld uit één hoek leuk en uit de andere hoek mag het niet. Linda reageert. Dat is hypocriet. Ik kijk hier gewoon naar, jongens. Actie, reactie. Is het leuk als we even in een paar seconden even gaan kijken? Ik heb zin in een sigaretje nu wel, eigenlijk. Waar we... Dat of niet? Of hebben jullie geen tijd? Ja, steek hem maar op. Even weg. Misschien is het leuk als we nu heel even kort gaan kijken naar de beelden waarvan jij zegt... actiereactie. Nee, die hoeft niet te zien. Twee dagen kan het wel. Want dan komen er alleen maar de extreme dingen. Actiereactie. Actiereactie. Ah, vuurwerk. Dat is wel leuk. Vult er nog wat... Oh, nee. Dan is hij weg. Elektrische step. Ik begrijp dat plunderen nooit heel erg, als je dan aan het demonstreren bent. Ik kan me daar ook helemaal niets bij voorstellen. Maar, je hebt, maar 24 uur is, 48 uur kan het wel. Ja. Ja. Dan gaan we naar Carice van Auto en Halina van Rijn. Ja, weet je, Carice van Houten die zit dus bij een klimaatpsycholoog. Omdat hij zich zo druk maakt om het klimaat dat ze daar depressief wordt. En dan vroeg ik me af, heb jij er ook wel eens over nagedacht? Want ik van jou, jij bent ook wel een beetje zo'n klimaattype, toch? Ze denken heel vaak dat ik Linda Moerland van Extinction Rebellion ben. Maar ik weet niet meer. Heb je er ook iemand die er zo heet? Ja. Ja, nou, dat kan. Precies dezelfde. Nou. Maar dat was niet helemaal door mijn vraag. Ik sta helemaal van je kant achter Extinction Rebellion. Ja, dat mijn zoon zit er ook bij. Jouw zoon? Oh, heb jij ook kinderen zo gek gemaakt? Mijn kinderen echt heel goed op. Heb je ook kinderen ook meegenomen naar demonstraties? Of bijeen, of PVDD. Goed, hè? En waar stem jij op? Ben je trots op als je... Waar stem jij op? Hallo? GroenLinks. Ach. Ook een LHBTI-dochter. Oh. Ze heette eerst Jessica en sinds 2 jaar wil ze Sam genoemd worden. En ik verwar me telkens met die naam. Dat is moeilijk hoor. Ja, jouw dochter... ja, maar dat je er goed moet opvoeden, dan had je er gezeik niet gehad. Oh. Maar ze is nu een jongetje geworden. Of is ze non-binair? Nee, ja, ze vindt zichzelf non-binair. Ach, wat mooi. Dus jij zit bij GroenLinks, jouw zoon bij bijeen en jouw dochter is geen dochter meer en zit bij de LHBTIQ+. En dan ben jij een prachtige afscherming. Dat doe ik helemaal. Jij voldoet helemaal. Ja, je krijgt binnenkort een medaille. Weet je wat nou zo raar is? Je hoort dat ik het over dat soort onderwerpen nog nooit met mijn kinderen gehad heb. Nee, maar dan krijg je gewoon mee, je DNA. Ja, ik denk het. Ja, ik denk het ook. Het zit gewoon in ons bloed. Je krijgt binnenkort een medaille. We hebben gewoon linksdraaiend bloed. En jij hebt rechtsdraaiend bloed. Ja, dus de kans dat jij uiteindelijk... een dictator steunt die massamoord pleegt, is 100% groter dan ik. Want ja, die hebben wij op rechts niet. Die hebben we alleen op links. Ja. Nou, heeft Sam nu ook de haren eraf? Nee. Nee, gewoon nog lang haar. Ja, en heeft ze nog? Heeft ze nog? Ja, nee, is geen meisje. Hoe noem je jouw voor man? Ze is wel een meisje. Ze is nog wel een meisje? Ja, zo identificeert zichzelf. Maar je zegt net, ze is non-binair. Maar zij heeft heel erg zoiets van... hoe heet het? Ik wil gewoon niet dat labeltje hebben. Welk labeltje? Van of een jong of een meisje. Maar ze wil ook niet... Ze heeft nu bijvoorbeeld een relatie met een meisje. En ik vroeg laatst aan haar. Ik zeg van, maar hoe zie je dat nu dan? Ben je dan nu lesbisch? Ik zei, nee. Waarom? Ja, omdat ik nu een relatie heb met een vrouw? Ze wil de hokjes niet in. Nee. Ze wil de hokjes niet in. Nee. Zie je haar nog als een vrouw? Ja. Ziet ze zichzelf als een vrouw? Ja. Maar ze wil wel non-binair genoemd worden. Ja. Maar noem je haar dan... Knettergek.
Ik doe niet dat allemaal. Jullie zijn allemaal knetten. Jullie zijn allemaal knetten, knetten gestoord. Nee, joh, ja, en die kinderen krijgen het allemaal. Wat de huidige tijd is gestoord. Die zijn allemaal gestoord. Die zijn echt allemaal. Kiezen de kinderen zelf voor? Die kiezen er helemaal niet voor. Want ik ken niemand die een normale opvoeding hebben gehad met normale ouders die daarvoor hebben gekozen. Nou, dan mag je mij de schuld ervan geven. Nee, nou, ja, ik. Kijk, mijn kinderen. Het is ongelooflijk. Weet je, ik ben zelf. Als mijn kinderen met dat soort stom geouwe hoeren aankomen, dan zeg ik, dat doen ze niet. Want ze worden met zinnigheid opgevoed. Kijk, Jan, je moet mij gewoon mij de schuld geven. Want ik ben gewoon geboren als meisje die. Ik vond autogarages heel erg. Het is hip. Dat non-binaire gelul is hip onder linksidioten. En daarom is je kind non-binair geworden. Nee, het is gewoon heel simpel. Gewoon als jij niet zo'n linksidioot was geweest, dan was zij niet non-binair geweest. Klaar, zo simpel is het. Nee, zo simpel is het niet. Hip, want ze heeft een gedoe. Heel groot hetzelfde gedoe van mijn vader. Is hetzelfde gelul met het klimaat. Ja. Maar als je een beetje slim bent, dan doe je niet zo raar over het klimaat. Maar San heeft nou een relatie met een meisje. Ja. Is dat nog een meisje waarmee ze wat heeft? Of is die ook non-binair? Toen vroeg ik dus, en hoe zit dat met Luna dan? Luna heet ze. Luna heet haar vriendin. Mooi naam. En ja, dat vind ik ook. Ja. Het is ook een heel mooi meisje. Ja, hoor. Grote borsten. Geen idee. Sandan. Kijk ik niet naar. Sandan. Ze heeft iets meer als ik. Iets maar voor meer de rest jou. Is hetzelfde lichaam. Maar net zo mooi rechtop staat. Ja. En laat ze je binnenkort afhalen? Nee. Oké. Okay. Ja. Ik ga verder. En hoe zit het nou met Luna? Luna is gewoon Luna is wel echt lesbisch. Maar San ja, is datem. San. Ik ben gewoon heel erg trots op mijn kinderen dat zij... Op San. Doen. Ja. Mijn zoon trouwens ook. Ja. Dat zij gewoon doen zoals dat voor hun heel goed voelt. Dat is niet waar. Ze doen mee aan een trend. Dit komt niet uit... Wow. Het komt Hallo! Lief schat, mijn dochter zit helemaal niet... Zeven jaar geleden was niemand non-binair, omdat niemand er ooit van had gehoord. Nu opeens zijn al die half balansen linkstypes non-binair, omdat dat nu hip is. Het is een trend. Ze is niet zichzelf. Ze is absoluut niet... Nee, ze is absoluut niet zichzelf. Ze doet mee aan een trend. Ze is absoluut niet zichzelf. Maar zal ik jou iets heel erg eerlijks op gaan biechten? Ik heb jullie al verteld, hè, over mijn klusbedrijf en zo. Toen ik jong was... Of ga je dat belachen? Ja, je maakt het maar belachen. Ik wil dit gewoon vertellen. Ja. Toen ik jong was, en ik ben nu 55, toen vroeg ik mij als kind al af, waarom zijn er nou maar twee soorten? Man of vrouw? En ik leefde in een gezin, hè. Mijn moeder was echt een vrouw, hè. Zo van thuis blijven met kopjes thee en weet ik wat. En mijn vader was echt de man. Maar ik was geen van beiden. Ik vond het allebei interessant. Stom. Dus ik vond zo het stom gelul. Nee, het is zo stom gelul omdat. Het is zo stom gelul om dat aan gender op te hangen. Mijn moeder werkte fulltime. Mijn vader deed een groot deel van het huishouden. Ja. Mijn vrouw op dit moment heeft een eigen bedrijf. Die werkt 60 uur per week. Ja. Ik ook elke avond het eten. Mm-hmm. Jij hebt het over een takenpakket. Heeft niks met gender te maken. Het is echt. Ik kan er zo verdrietig om worden dat de definitie zo zijn verwaterd. Omdat het is allemaal van zo'n aftandse stupiditeit om emancipatie in een takenpakket te verwarren met genderschap. Dames en heren, jongens en meisjes. Ja, we zijn midden in Roddelpraat, maar we zijn beland in een totaal ander soort programma. Ik heb hier twee mensen naast elkaar zitten die niks met elkaar eens zijn. Je hebt wel eerlijk een check, meid. Ja. Heb je lekker een check, joh. Je hebt lekker een check. Wat ging over Chris van Hout en alleen Alina Rijn? Weet je wat ik nou ook lelijk vind? Nou. Neplippen. Ach. Ja, dat vind ik ook wel. Ik heb ook verschrikkelijke lippen. Nee, kijk, ik vind neplippen lelijk, maar die van jou lijkt net een ontstoken kattenanus. Ja, precies. Nee, maar ik heb dus heel vaak last van existentiële paniek. Ik heb er tegenwoordig een naam voor, dat heb ik geleerd in therapie hier. Nice. Dus ik heb heel erg last van, dat dissociëer ik. Dus dat is hier al Alina Rijn die het zegt. Over met iemand die de continuïteit van mijn film gaat doen. Amerikanen hebben sowieso de neiging om
heel veel te praten. Heel persoonlijk te worden, terwijl je zelf denkt, waar heb je, snap je ervan? I'm a person who just really liked. En dan zoom ik uit. En dan denk ik, waarom ben ik hier? Wat is het leven? Wat is, waarom zijn we hier? Wat is een tafel? Wat is een stoel? Afgeleid. En dan dat veroorzaakt dan een paniekaanval. Dat vind ik zo eng. Dan denk ik namelijk dat ik gek word. Dat ik er, snap je, dat ik boven een situatie ga zweven in plaats van dat ik gewoon in het moment zit. Ja, jij hebt het ook, volgens mij. Maar waar ga jij dan eigenlijk naartoe? Ja, maar dat is toch ik zie het wel vaak gebeuren. Ik ga namelijk toe naar een hele enge toestand dat ik half naast mezelf zit. Dat vind ik doodeng. Ja, dat snap ik wel hoor. Waar ga ik dan? Ik ook niet. Ga je dan echt weg naar een leuker iets? Of blijf je ook zo hoog hangen? Kijk, wat we dus nu, waar we nu naar zitten te luisteren, is een meisje die zich afvraagt wat ze ergens doet. Nou, dat heb ik bijna elke week hier. Maar dat is toch geen dissociatieve stoornis? Nee, maar mensen, dat is hetzelfde gelul. Als je dochter non-binair is. Tegenwoordig is alles een aandoening. Het begon al met dat alle kinderen een rugzakje kregen. Nee, je was niet dom. Nee, je was taalblind. En je had dyscalculie. Je hebt gewoon domme kinderen. Mensen met een waardeloze IQ. Daar stikt het van. Ik heb check in de mond, hoor dat erbij? Nee, natuurlijk niet. Oh, nou kijk dan. Oh, ja, dan moet je even weghalen. Ik ga ook trouwens mijn best ook niet meer doen, want zoek het ook maar uit. En dan is het tijd voor een hele belangrijke boodschap. En wat voor boodschap? Dan gaan we naar het blokje, dan gaan we naar het... Reclameblokje. Ja! Dames en heren, wat ontzettend fijn dat jullie hier nog zijn. Dan hebben jullie ons echt in het hart en wij jullie ook. Je zou het bad zo houden, toch? Ja, goed zo. Ja, maar mijn checkie doe ik niet zo hoor, dan stik ik zo meteen. Niet op neervallen. Ja, ietsje naar beneden zo. Zo is het goed. Ja, hou maar zo vast. En het reclameblokje. En dan gaan we naar roddelpraat.backmebetorg. Want ja, Linda zit hier natuurlijk en u bent gek van Linda. U bent fan van Linda. Linda, 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 Linda. Ze is nog, dat zei het liedje. Gaat dat liedje? Ik wil alles met je doen, soms altijd. Nou, dat vond ik wel. Ja, maar wilt u nog meer Linda zien, dan bent u goed bij de extra uitzendingen. Want daar waar het echt uit de hand loopt met Linda, kan niet hier geplaatst worden. Want dan hebben we problemen. Dat kan daar. En u steunt ons. Wij kunnen blijven bestaan. En u ontvangt de extra's op roddelpraat.backme.org. Maar 5 eurotjes per maand, zodat we dit prachtige programma kunnen maken. Dat we topgasten kunnen uitnodigen, zoals Linda, Linda, Linda. 5 eurotjes per maand en dan kunnen wij dit blijven doen. En we willen iets teruggeven, een kleine geste. En wat doen we dan? Hetgeen wat we overhouden. Dan gooien we donderdag om 6 uur, vloepende vloep, in je doosje. Ja, heel mooi gezegd. En dan zijn we ook direct bij het Jan en Dennis zonne-energie.nl. Ze kunnen voor mij het dak op. Die heb je ingestudeerd, hè? Ja. Leuk. Wel leuk. Dat jullie geen leuke slogan hadden. Toen ging mijn hoofd ging denken. Toen dacht ik, ze kunnen voor mij het dak op. Ik had ooit een slogan. Ja, maar die zeiden jullie niet. En dat vind ik Nee, doe maar niet ook. Want ik ben van de slogans. Jij bent van de slogans. Hartstikke leuk. Ja, heel goed. Jan en Dennis, zonne-energie, zonnepanelen en airco's via Jan en Dennis. Met onze nieuwe mascotte, Linda. Ja, prachtig initiatief voor ons. Voor u. Voor de portemonnee. Want energie is duur. En hebt u zonnepanelen? Heeft u een kleine investering, wat u al heel snel terugverdient. En niet alleen dat. Er zijn ook een paar warme dagen geweest. Volgens Linda is dat denk ik opwarming van de aarde. Volgens ons is dat zomer. Maar in ieder geval, ik lag te puffen, te hijgen, te zweten en te rotten in mijn nest. En had ik maar een airco. En die verkopen we ook bij Jan en Dennis, zonne-energie.nl. Kijk, dat klimaat, dat zal allemaal wel. Dat kan ons de reet roesten. Waar het ons op gaat, is dat u centjes genoeg overhoudt in de portemonnee om bier te kopen. En dat wordt geplaatst door vakkundig personeel die alle certificaten heeft om de meterkast in te kunnen gaan. Dus zonder risico's. En het is wel fijn trouwens dat ze vakkundig personeel hebben. Maar als je een huurhuis hebt zoals jou, dan gaat het niet op, hè? Zoals jij. En binnen 3 weken al op je dak. Ja! Binnen 3 weken! Hoe snel is dat? Maar dat is echt serieus. Ja, binnen 3 weken op je dak. Dat is echt snel. Ja, dat is echt heel snel. Ja. Ze kunnen voor mij het dak op.
En dan gaan we door naar het warmtepompcollectief.nl. Via warmtepompencollectief.nl heeft u al een hybride warmtepomp in huis hangen. Vanaf maar €3750 per maand. Vind ik niet duur. Per maand? Nee, dat is eenmalig. Ja, ze leveren zelf de tekst aan. Flipsen, goede tekst aanleveren voor €730,50. Ja, als je dat per maand moet betalen, wat te duur gaat. Dat zou ik het niet overwegen. En hiervan krijg je €2400 terug aan subsidie van de overheid. Zo betaal je uiteindelijk netto maar €1350. Ja. Door onze installatieservice is de hybride warmtepomp vaak binnen een dag al geïnstalleerd. Dat snel. Ga snel naar www.warmtepompencollectief.nl en vraag gratis een offerte op en heb vaak je investering al terug binnen 1 tot 2 jaar. Heb je al een warmtepomp? Nee. Nee, dat is met een premie. Ga dus snel naar warmtepompcollectief.nl en vraag gratis een offerte aan. En heb je investering al terug binnen 1 of 2 jaar. En dat zei Dennis net ook al. Ja. Ja. En dan... Godverdomme. Pas even op, joh. Wat ben je nou aan het doen, joh? Alverdomme. Steek de hele tent in de fik. En dan willen we nog heel even hebben over deze shirts, want deze is pro-Linda shirts. Linda. Zijn ook te halen op roddelpraat.shop. Prachtige merchandise. We hebben het beeldrecht afgekocht bij jou, hè? Ja. Lachen, man. Ja. Wat hebben jullie gedaan? Het beeldrecht afgekocht bij jou. Zeker. Is dat zo? Ja. Oh. Twee kolletjes. We hebben gestopt in... Duizenden euro's. Nee, maar die hebben direct naar die warmtepomp op warmtewaterputten in Senegal gestuurd. Ja, dat doe je toch met al je geld. Ja, precies. En dan gaan we naar de... Ja, we kunnen wel weer die buggy erop zetten, maar dat is eigenlijk nee, onmogelijk. Dat gaan we niet het doen. Is wel een beetje duidelijk. We gaan naar de I-Lyon. Ja, dat is de I-Leon. Dennis zegt graag Lyon, omdat Dennis vroeger is grootgebracht in Glanenbrug door een leeuw. En wat gebeurde er dan met de I-Leon? Let op, I-Leon dus. Daar zit je dus de... godverdomme, ik zet die wiegen wel op. Anders merk je het toch ook weer niet. Nou, dan gaat hij al. Ja. Komt-ie. Er komt een wieg. Ja. Aan de kant die troep. Flikker ze op in je bende. Hallo. Kijk. Ja, want terwijl Jan voordat wat de I-Leon doet, zal ik voorlezen wat het doet, voordat Jan erop legt. Ja. De I-Leon heeft vele voordelen. I-Leon! Lost slaapproblemen op voor onrustige, huilende baby's of baby's die graag worden gewiegd. Zet hem aan. Ja, dat is een fout opgetreden. Godverdomme. Nee, daar gaat hij hier. Ja. De I-Leon geeft een natuurlijke, wiegende beweging, maar liefst 3 verschillende wiegprogramma's. Gemakkelijk op te bergen en mee te nemen. Bewezen werking... Eenvoudige en snelle bediening via de gratis app. En de breedte is verstelbaar en past op iedere kinderwagen. Hoe handig is dat? Speciale roddelpraatactie van €130 naar €99,95. Dat is niet veel. Nou, heerlijk toch. Dat is toch fantastisch. En ja, laat eerlijk zijn. Ik heb een huilbaby gehad. Dat was de eerste. Die bleef maar janken en kring. Daar ben je helemaal gek van. En die moest ik ook wiegen. Dat had ik hier niet hoeven doen. Ik had hier gewoon kunnen slapen. Ik had hier gewoon in de kroeg in kunnen gaan. Of mijn vrouw nog een keer kunnen bevruchten. Ja. Ben jij nog vruchtbaar? Kan die ook sneller? Of niet? Ja, kan ook sneller. Ja. Ik was heel vruchtbaar, ja. Toen ik vruchtbaar was. Ja. Goed om te weten. Dat was het dan. Dat was het dan. Jan, ik haal het ding eraf. Sluit jij af met Linda. En deze, moeten die niet? Oh ja, ook nog. Het stuk door collectief. Beste collectief van Nederland, het stucadoorcollectief, punt. En wat doet het stucadoorcollectief? Die doet vrijwel alles. Aanbouw, verbouw, doorbouw, noorbouw, boorbouw, voorgouw. Werkelijk alles. Dat is niet handig. Er viel een hele kinderwagen om. Gaat het? Hoe is het met de baby?
Afijn, het stukken doorkorrelstief, laat ik spuiten, buitenmuren stukken, binnenmuren stukken. Ze kunnen zwembaden aanleggen, ze kunnen keukens aanleggen, ze kunnen badkamers aanleggen, ze kunnen... God, met wat deze kunnen ze week buitenstukken van 95 euro per vierkante meter naar 80 euro per vierkante meter. Dat is niet veel. Het schilderen van buitenwanden van 35 euro per vierkante meter naar 30 euro per vierkante dat meter. Dat is niet veel. Het totale plaats van een nieuwe badkamer, 5000 euro. Dat is niet veel hoor. Het stukken van wanden van 1950 naar 15 euro. Hé, hey, dat is godverdikke ook niet veel. Ik zou je vertellen, heb je wel eens een wand gestuukt, Linde? Ja. En? Ja, leuk. Ja. Is 15 euro de vierkante meter veel geld? Nee, dat is echt heel erg. Ja, kijk, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. En Linda heeft vroeger een klusbedrijf gehad. Dus Linda weet heel goed dat de stukendoorcollectief.nl goedkoop is. Want 15 euro voor een vierkante meter stuk is geen... geld. En ze hebben veel personeel bij de migratieachtergrond. Dat zou je wel aanstaan. Dat is ja. Hartstikke leuk. Ja. Ja. Mocht de meneer van het stukendoorcollectief nu luisteren... een keer krap bij kas zitten. Linda wil dat personeel graag ook een keer in natura betalen. Ook voor jou gericht. Nou ja, goed. Linda, wat ontzettend fijn dat je er was. Ja, vond je het leuk? Ja, kom je nog en we gaan. Ik vond het ontzettend gezellig. Ja, ik ben benieuwd of de kijkers dat ook vonden. Ja, daar ben ik ook benieuwd naar. Heb je weer een pluisje op je t-shirt? Linda, ik moet eerlijk zeggen, ik heb van je genoten. Ik vind het heerlijk als al mijn vooroordelen worden bevestigd. Ja, en ik wil jou bedanken voor de inhoudelijke discussies. Graag gedaan, jongen. En jouw aanvoer van argumenten was prachtig. Zeg maar... Dag, tegen de kijkertjes. Dag, vriendjes en vriendinnetjes. Ja, doe maar even. Gaan we die even zingen? Ja. Dag, vriendjes en vriendinnetjes. Bij de extra zien we u heel graag weer.